En ik zat te luisteren vanochtend trouwens op de radio, als ik vergeet te zeggen. Tot zelfs op de radio hebben over die Cars. Die YouTuber die uit België... Super tof dat je kijkt naar Glonio Vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. Video in de render gegooid natuurlijk in de vannacht. En die is nou klaar. Maar voordat ik dat aan ga zitten, ga ik eerst even lekker radio aanzetten. Maar ook even lekker even haren komen. Mooi lekker fresh naar mijn werk te kunnen vanmiddag. Ik heb nog tijd zat voordat ik moet werken. Dus laten we even lekker haren even doen. Zo. Hoppakee. Volgens mij staat de douchekop niet goed uit. Zo, nu wel. Ik dacht dat het goed uit stond, maar oké, dat zal wel niet. En nu hebben we even lekker daar maken om lekker gordijnen open te gooien. Zo, lekker gordijnen open. Ik ga nu even lekker lekker bakje koffie zetten. Ding op de computer doen. En dan lekker wakker worden. Ik ga in ieder geval lekker slapen. Als een roosje. Ja, ik heb me klaargemaakt om lekker mijn werkkleren aan te trekken. En wat is het lekker prachtig weer. De zonnetje schijnt. Beetje bewolkt, maar dat maakt het niet uit als er lekker wel zonnetje schijnt. Lekker weer. En dan ga ik het dadelijk klaarmaken om richting mijn werk te gaan. Want ik ga dadelijk lekker werken. Nou, wat ik al zei, is de laatste dag dat ik op maandag werk in de middag. Allerlaatste dag. Alles is eigenlijk voor de laatste dag. En nog een lekker bakje koffie en dan ga ik lekker richting mijn werk. Even snel opdrinken, want ik heb nog een kwartiertje. De laatste tijd ga ik meestal, eerst ging ik meestal 25 richting mijn werk. Maar nu ga ik om 12:30 ga ik al richting mijn werk toe. Om hem eigenlijk klaar te, want dan heb ik tijd, want heb ik meer tijd om meer dingen achter hier te doen of ik als nodig is. Dus vandaar. Ben jij een boefje zeg? Hey. Hè? Ik heb er wel zin in om lekker te werken. Je moet nog één ding doen, want dat is deze zak even wegbrengen. Maar dat kan pas donderdag. Want tenminste, vrijdag. Eerst was het eigenlijk op maandag. En van maandag is het naar vrijdag gegaan. En dus ga ik dan meestal donderdagavond of ochtend, een van die twee kan doen, moet ik even kijken. Ga ik die zak naar beneden brengen en ga ik het ophangen. Dus ja. En dan is het eentje weer aandacht te vragen aan mij. Hey Ganja? En die zit bij de zak. Boefje? Ja. Maar ja. Lekker muziek luisteren en dan klaarmaken om richting werk te gaan. Hey Ganja? Ben jij even een paar vier uurtjes alleen? En eigenlijk volgende week moet ik plaats van 7 tot 12 een uurtje extra. Want ik kom eigenlijk wel van vakantieuren tekort en mijn baas zei, oh maar als ik zo reken kom je tot 11 uur. Ik dacht ja, nou maar laat me om 12 staan, dan kan ik, ben ik eerder, dan heb ik uren, ik heb meer uren te pakken. Dus zo dacht ik erover en dan ga ik nu maar lekker richting werk. Let's go. En na lange tijd, voor mij 2 weken geleden, heb ik lekker, is verlaasd dat ik bovengroep potje heb gehaald. En nu is weer maandag. En ik heb weer bordje afgehaald bij de groep. Maar ik stond bij de deur, maar was al een bordje voor me klaar. Wauw. Maar die ga ik even voor heel snel even afwassen. En dan even, want ik had al een bord gepakt. Maar die kan weer terug in de kast. Dat is ook weer mooi. En dan ga ik snel even afwassen. En dan ga ik dat even doen. Dus, maar ik zit nog steeds zo te denken om voor een tattoo. Om even net even anders te nemen. Eén van deze kant. Denk deze, want ik ben ook rechts, dus vind ik wel mooi op de rechterkant ook. Dus vandaar. En ja, ik vind het wel leuk om dat te doen. Ik ben benieuwd. En nou kan ik een wierookje aan zitten, ook wel lekker. Maar ga ik nu even snel even de bord afwassen. Oh, het is wel even lekker wierook aangezet hier zo. Die staat nu te roken. Ik weet niet of jullie de rook kunnen zien. In ieder geval als ik kijk naar de beeld, niet. Maar ik zie het zelf wel. Dat is het belangrijkste. Ik had even die lamp aangezet om even die aardig even schoon te maken. Maar ik kan wel minder veel. Ik kon eigenlijk wel uit. Dus, wel even heerlijk. Maar ik zit te kijken, ik wou net even Rick vandaag bellen. Wil ik bellen.
En toen ben ik even naar begeleiding gelopen. En ik zit te kijken. Voor mij is hij niet thuis. Nee, want ik zit, als ik zo zit te kijken bij hem thuis. Want de doek was. Dan denk ik van, waarom neem je niet op? Zou hij thuis zijn? Nee, hij is niet thuis. Dus waarschijnlijk ergens anders is. Maar zijn moeder of zo. Maar ja. Dus dat. En ik heb lekker de was al dat gedaan natuurlijk. Maar zo slim. Ik was eigenlijk vergeten om de doekjes mee te nemen. Die wou ik even halen nog. Maar die ben ik vergeten. Maar ja, maakt niet uit. Kan gebeuren. Dus. En zit eentje hier lekker relaxed op de bank. Hey, boef. Ik val bijna op de bank af. Hey, boefie. Hoe is het met je? Hé, hey, boef. Maar even lekker relaxed, even een beetje gewoon relaxed eigenlijk. Hé, hey, boefie. Jij ook. Hij kan alleen maar blijven liggen, ook, hè, deze jongen. En ik zat te luisteren vanochtend trouwens op de radio, als ik eigenlijk vergeten te zeggen. Tot zelfs op de radio hebben over die Cars. Die YouTuber die uit België is vermist, al sinds vrijdag. Dus ik vraag af waar die echt uithangt. Want dat we nooit zo typen dat hij zo kart op kart eigenlijk brengt. Dat de kijkers brengt, wat dan ook. Dat hij zo type niet is. Want hij was echt een type die heel veel zat te game eigenlijk. Dus met zo type verwacht ik ook niet dat hij zo is. Ik heb nog nooit naar hem gekeken, maar ik dacht, ik wil wel even hem helpen. Vooral naar Nicolas, als ik goed zeg. Hem even een steentje te geven. Dus zo type ben ik wel. En wat doe jij nou? Jij wil op mijn stoel zitten, hè? Hey. Jij wil op mijn stoel zitten, hè? Dat gaan we niet doen. Hey. Nee. Jij gaat lekker op de bank. Doe maar die stoel, dit is mijn plekje. Dan zit ik altijd op deze stoel. Zit ik letterlijk altijd zelf vlog te bewerken. Alles. Ik doe ook bijna alles op deze computer. Die heb ik al heel lang. Maar dat kan je ook wel vertellen. Ik krijg binnenkort, wanneer is het nog niet bekend. Maar ik krijg waarschijnlijk een nieuwe computer. Die ga ik dan even weer aansluiten. Dan kan ik de laptop ergens anders zetten. Daar kan ik een laptop voor gebruiken voor als echt noodsituatie. Want mijn andere computer is er wat mee. Ik weet ongelooflijk eigenlijk niet wat er mee is. Maar dan moet ik even een keer laten kijken door iemand. Waarschijnlijk mijn moeders vriend hier naar gaan kijken. Maar ik hoop dat hij er iets mee kan. En jij gaat dat ook niet doen. Die zit even dat in de deur te krabben, maar dat vind ik niet echt tof om zo te zeggen. Dus. Maar dan ga ik nu even lekker. Ik hoop dat hij niet meer gaat doen. Want dat doet hij vaak. En ik moet hem niet vergeten om deze donderdag even terug te leggen. Dus. En ik is echt ook zo slim. Want ik ben. De weekend ben ik naar de supermarkt geweest. Om. Ja. En toen heb ik een briefje van Twin gegeven. En kreeg ik zo eigenlijk 10 briefjes van terug. Maar die briefje van 10. Ben ik ineens kwijt geraakt. Heel slim van mij. Dat was echt onhandig. Want ik was. Ik wilde vandaag ook iets halen bij mijn supermarkt. Maar. Ik dacht, oh wacht. Blijkbaar heb ik 10 gebruikt. Maar. Ik ken niet dat ik kan herinneren of zo. Dus. Maar oké, maakt niet uit. Nu ga ik even. Maar even goed nadenken waar die is. Maar ik denk dat ik ben bang dat ik hem kwijt ben geraakt. Even lekker vers gedoucht. Even lekker heerlijk met de muziekje aan. Die jullie waarschijnlijk horen. Dat is wel even lekker. Lekker ontspannen. Ik had gewoon even zin om te douchen. Dus ik dacht, neem maar even lekker gedoucht. Met muziekje aan. Echt, het is eigenlijk ongelooflijk lang geleden dat ik eigenlijk muziek heb geluisterd. Ik deed het al heel vaak al eigenlijk. Maar sinds kort tijd doe ik dat weer. Maar ik miste al iets de hele tijd vaak met douchen. Dan was ik aan het douchen, mis ik gewoon heel vaak. En dat zat lekker dan met een muziekje aan. Dat is gewoon lekker wat er is. Maar ja, dus dat gesproken te hebben, ga ik nu lekker relaxen. En
lekker opgewarmd in ieder geval. En ik ga denk ik de laatste tijd niet meer via tv, radio luisteren, maar lekker via Spotify. Want ik heb... Oh, je bent bezig jongens. Maar wat ik wil zeggen is, ik heb eigenlijk een premium, zo'n maand premium genomen. En ik kan wel radio aanzetten, maar ik denk van, ik heb niet voor niks Spotify premium natuurlijk. Dus daar moet ik daarvoor wel gebruik van maken. Vandaar dat ik hem wel nu deze gebruik. Dus, maar dan ga ik er tussendoor even een klein beetje YouTube te kijken erbij. Misschien of lekker relaxen. Achter mijn telefoon. Gewoon media kijken. Hoe wat. Misschien ga ik dat even lekker doen ook. Zo een keer lekker. En lekker op media kijken. Voor de rest zie ik wel. In ieder geval. Ik weet niet. Even lekker ontspannen het even nu. Want ik heb vandaag gewerkt natuurlijk. En dan wil ik lekker ontspannen. Dat is één daarna altijd vaak. Ik heb trouwens met mijn moeder over gehad. Over... over de tattoo. En ik heb met mijn moeder over gehad. En het zit zo. Ik ga waarschijnlijk wel na deze situatie pas de tattoo nemen. Niet al eerder. Ik wacht even tot wel... het is als, hè. Want ik ga tussentijds zijn mijn moeder ook al van... ga er eerst over nadenken. En het kan duur zijn. En noem allemaal op. Ja, dat ik zeg, ja, dat kan wel. Maar ja, het is wel mijn eigen lichaam. Mijn eigen ding, wat ik wil. Dus, maar ja. Maar ik ga inderdaad wel wachten na deze situatie. Hoe het allemaal nu loopt. Want ja, het is ook voor mij gemakkelijker. En nog bedoel ik meer te zeggen van... Het is niet allemaal gedoe en zo. Dus... Ik ga dus even naar dat op wachten en dan kan ik tussendoor even nadenken. Dat is eigenlijk meer de keuze ook ervan. Dan kan ik ook op gemak nadenken of ik het wil of niet. Het is nog niet zeker dat ik het neem hoor, maar ik zit alleen, het enige wat jullie moeten bedenken is dat ik over na zit te denken. Dus ja, daar heb ik in ieder geval heel lang een tijd voor. Dus waarschijnlijk, dus de kans zit er ook in dat ze waarschijnlijk volgend jaar gaan worden. En ik krijg zo meteen een bezoek. En het is over een kwartiertje al 1 uur. 12 uur, sorry. 12 uur. En dan krijg ik dan nog, en dan krijg ik nog bezoek. Maar dan gaan jullie wel zien wie het is. Nou, Rick is net eigenlijk langsgekomen. Maar ik zat met Rick zo diep in gesprek over alles en nog wat. Over lekker gekletst. Dat ik wel eigenlijk helemaal vergeten was om te vloggen. Maar ja, die Rick was dus langs geweest, zoals ik al zei. Ik ga nu lekker mijn bedje in. Lekker leuk kletsen. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Dus wat ik wil zeggen is tegen jullie. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Tot zijn als het tof zou tof zijn als je je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers een groen heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. En wat ik eigenlijk ook gelijk wil vertellen is... Ik heb een deur die echt helemaal eigenlijk lek is. En als ik dit doe... Letterlijk dit. Hier zo, kijk dan wat water komt.